Opnieuw een uniek oordeel in de langslepende affaire rond oud-neuroloog Janse Steur van het MST in Enschede. Voor het eerst is een voormalige inspecteur voor de gezondheidszorg gestraft voor gebrek aan toezicht in deze zaak. Het Medisch Tuchtcollege deed vandaag uitspraak. Ja, Rob Voorkink is in de studio. Rob, wat betekent deze uitspraak? Nou, deze uitspraak betekent dat het Medisch Tuchtcollege niet langer schroomt om zeg maar, de waakhond van de gezondheidszorg, in dit geval inspecteurs van de inspectie voor de gezondheidszorg, om die gewoon te straffen als ze niet goed opletten, als ze gebrek aan controle houden op dysfunctionerende artsen, et cetera. En laten we daarom even kijken naar de samenvatting hoe het ook alweer zat bij de IGZ. Al 4 jaar geleden concludeert de onderzoekscommissie Hoekstra dat de inspectie voor de gezondheidszorg op veel fronten heeft gefaald in de affaire rond oud-neuroloog Janse Steur. Het staat zwart op wit te lezen in het rapport Angel of Antenne. Hoofdrolspeler is oud-tropenarts en voormalig inspecteur Willem Nuchteren, inmiddels gepensioneerd en koninklijk onderscheiden. Toch is de glans van het lintje er wel af nu het Medisch Tuchtcollege vandaag de voormalige waakhond van de zorg straft met een berisping. Wijlen Albert Hollander klaagde jarenlang steen en been bij de inspectie over onder meer Janse Steur, maar kreeg nooit gehoor. En toen zocht hij het maar nog hoger op. Toen heb ik alle politieke partijen aangeschreven. Hoe toch in Nederland een gezondheidszorg zo kan werken. Wat hoor u van die politieke partijen? Nou, zeg maar 40% heeft geantwoord van toch wel geschokt, maar hoe het toch mogelijk was. We hadden toch zo'n goede gezondheidszorg, hoe dat dan mogelijk zou zijn. En dat leek ze bijna onwaarschijnlijk. Ja, dit verhaal dat zegt wel wat. Hij kon natuurlijk zelf nu niet meer reageren, maar andere ex-patiënten waren er wel bij. Wat waren de reacties vandaag? Met name blijdschap. En dat zal je misschien verbazen, omdat de straf heeft nauwelijks consequenties, want in dit geval de inspecteur is niet meer in dienst, zoals je hoorde, gepensioneerd. Alleen zeggen de patiënten, hier gaat wel een heel belangrijk signaal van uit. De waarde daarvan is dat ook voor de inspectie nu duidelijk is dat zij daar zitten, ook als arts. En als inspecteur, arts. En dat zij dus moeten voorkomen dat zulke dingen gebeuren. Maar waar het om gaat is dat uit deze tuchtrechtelijke uitspraak een hele nadrukkelijke waarschuwing uitgaat richting alle inspecteurs in Nederland. U moet uw werk goed doen. U moet goed opletten of dokters in het kader van de gezondheidszorg, de individuele gezondheidszorg, goed handelen. Ja, toch gaat het hier om 1 inspecteur. Die heeft een berisping gekregen, maar er waren er 3. Dus dat betekent dat er 2 vrij uitgaan. Ja, er gaan er 2 vrij uit. Dat is 1 andere inspecteur, maar die was eigenlijk al weg toen de affaire Janse Steur zich nog moest ontspinnen. En de tweede was een hoofdinspecteur. Ja, en die stond eigenlijk te ver af van de hele zaak, omdat het op regionaal niveau werd afgedaan. En het college heeft daarvan gezegd van die mensen konden het gewoon niet weten. En daarom kregen ze geen straf. Nee, nou zou je kunnen zeggen, vandaag is er weer een hoofdstuk toegevoegd aan het boek Janse Steur. Wanneer is er een einde aan dit verhaal? Nou, voorlopig nog niet, Sarah, want we krijgen nog diverse procedures bij het Tuchtcollege, hoger beroep in diverse tuchtzaken. Maar daarnaast is er ook hoger beroep aangetekend in zaken de oude bestuurders van het MST. En letselschade-specialist Drost vertelt iets over het hoger beroep in de strafzaak tegen de dokter zelf. Het eerste wat gaat komen is het hoger beroep voor het gerechtshof in de strafzaak tegen dokter Janse Steur. Wanneer gaat dat gebeuren? Ik weet het niet wanneer dat gaat gebeuren, maar ik verwacht dat het ongeveer het eind van het jaar zal zijn, dan wel begin volgend jaar. En waar gaat het hoge beroep plaats hebben? Zover ik op dit moment geïnformeerd ben, overweegt het gerechtshof om in verband met de slachtoffers die allemaal in Twente zijn geweest, om de behandeling wat dichter bij huis te doen en voor de locatie Almelo te kiezen. Ja, en dat is bijzonder, hè? Want als je meestal een rechtszaak in Almelo hebt, dan ga je voor het hoger beroep naar Arnhem. Maar nu wordt er dan misschien toch voor Almelo gekozen.
Nu wordt er voor Almeloos gekozen en dat heeft heel nadrukkelijk, is dat een gebaar richting de ex-patiënten die, zoals je net hoorde van Drosten, voor overgrote meerderheid in Twente wonen. En ze willen er altijd bij zijn, dus dat scheelt enorm aan reistijd. Maar betekent dat dan ook dat het nu eigenlijk omgekeerd is, dus dat de rechters uit Arnhem naar Almelo komen? Ja, zo moet je het wel zien, want in deze zaak zullen dus niet de rechters van de rechtbank in Almelo oordelen, maar de rechters van het gerechtshof in Arnhem. Komen we helemaal nieuwe rechters aan te passen. Ja. Goed, duidelijk Rob. Dankjewel.